Inge van Dijk en Hans van Hooft, fractievoorzitters van VVD en SP Nijmegen, gaven aan dat hun partijen over het algemeen tegen stedenbanden zijn. Dus ook tegen die met Gaziantep. Daarom wilden zij niet reageren op deze specifieke kwestie. Wat er in Gaziantep gebeurt, dat is natuurlijk eigen aan de ligging vlak naast de Syrische grens. En het feit dat daar enorm veel Syrische vluchtelingen worden opgevangen momenteel. Dat gaat een beetje buiten de stedenband om. De stedenband is vooral bedoeld om Turkije wat dichterbij te brengen voor mensen hier in Nijmegen. Er zijn natuurlijk een heleboel mensen in Nijmegen met een Turkse voorgeschiedenis. En 10 jaar geleden heeft het gemeentebestuur ervoor gekozen om een band met een Turkse stad, Gaziantep dus, op te bouwen. Om daarmee iets van de verbinding tussen Nijmegen en Turkije te onderstrepen. Voor Nijmegen geldt dat de herkomst uit Turkije van een aantal van haar inwoners en de verbinding die daarmee kan worden gelegd door de acties die de stedenband kan stimuleren, dat goed zou kunnen zijn voor het leren kennen van elkaar. Eigenlijk het leren kennen van je Turkse buren en je Turkse wijkgenoten. Het is op zichzelf een stad die is gekozen omdat die in een aantal opzichten op Nijmegen lijkt. Een Romeinse geschiedenis, bijvoorbeeld een universiteit. Qua industrie is het enigszins vergelijkbaar met Nijmegen. Dus daar gaat het niet zozeer om. Het gaat er vooral om, hier in Nijmegen in ieder geval, om de verbinding te maken met Turkije. Dat is destijds toevallig Gaziantep geworden, zou je kunnen zeggen.